muskusratten kunnen twee dingen heel goed. Dat is graven en het is zich voortplanten. Eén volwassen muskusrat, daar kunt u mee vergelijken. Ongeveer 12 kruiwagens, zand, grond, wat hij uit de kade vroet. Als je dat niet in bedwang houdt, nou, dan veranderen na verloop van tijd onze waterkeringen in een gatenkaars. Een van de belangrijkste taken van de waterschappen in Nederland is om ervoor te zorgen dat mensen droge voeten houden in een delta als Nederland. Daarom moeten we ervoor zorgen dat onze dijken heel blijven. Op het moment hebben we dus de vangsten heel goed onder controle. We zijn van meer dan 100.000 ratten nu naar ongeveer 5.000 ratten gedaald. Nou, dat heeft als voordeel dat we ten eerste minder dieren hoeven te doden per saldo, maar dat er ook minder schade optreedt. Ja, onze materiaal wordt ook voortdurend doorontwikkeld. Daarbij gaat het er vooral om dat bij doden van de ratten zo weinig mogelijk leed veroorzaakt wordt. Deze hoort in een schijnduiker. Hier zit een flotter in gemonteerd. Als het water dus zakt, zakt het flotter mee en dan kan er geen rat meer in. We hebben hier ook nog een anti-otterring in gemonteerd. Zo worden ook bijvangsten voorkomen. Wij zijn in principe net zo serieus bezig met het voorkomen van bijvangsten dan met het vangen van muskusratten. Nou, de moderne manier is ook heel veel ondersteuning van quads. Wandelen doe je ongeveer 4 tot 5 kilometer in het uur. Met quads kunnen we veel meer oeverlengte speuren per dag. We werken met een smartphone, met een mobiele applicatie. Dat is voor de administratie makkelijker en sneller. Als bijvoorbeeld een collega helpt in een gebied waar hij niet bekend is, dan kan hij direct beschikken over alle gegevens en kaarten. Dus dat is natuurlijk ideaal. Dit is voor mij het mooiste werk wat er bestaat. We lopen alle dagen in het veld. Je ziet een meerkoet broeden, een snoek zie je slaan, ganzen die overvliegen. Ja, dat maakt het gewoon tot een prachtwerk. Dit werk is voor mij niet alleen werk, maar dat is voor mij ook een manier van leven.